Het is de stilte van na de oorlog. Een stilte die Wootton Bassett maar al te goed kent. Alle gesneuvelde Britse militairen passeren bij terugkomst dit plaatje. Het afgelopen jaar alleen al kwamen 110 lijkkisten door het dorp. Ze worden zwijgend onthaald door familie, vrienden, maar ook willekeurige Britten. Wootton Bassett is zo uitgegroeid tot het symbool van de Britse steun aan hun militairen. Maar tegelijkertijd ook tot het symbool van de uitzichtloze strijd in Afghanistan. Yes, I've been coming down here for over a year now. Doesn't get any easier. Every time you hear on the news, I just shake my head. It's a little bit disheartening. Wat begonnen is als een kleine plechtigheid met een handjevol veteranen, is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een grote ceremonie met honderden mensen. Van heinde en verre, werkelijk uit het hele land, komen Britten hier om een laatste eer te betonen aan de gevallen soldaten. Er is dus veel steun voor de militairen, maar dat wil niet automatisch zeggen dat er ook veel steun is voor de missie in Afghanistan. Een ruime meerderheid van de Britten wil dat de soldaten hun biezen pakken en zo snel mogelijk naar huis komen. Een sentiment dat ook in Wootton Bassett te horen is. My perception before was people were enlisting and going to the war and they sort of knew that, you know, this could be a possibility of losing their lives. But now someone sort of close it's happened to, I've changed my perception completely. I think that these young people shouldn't be going to war, end of. I don't think you'll ever beat them on their own ground. We might contain them, but I don't think we're going to solve the problem. Aan de stroom rouwstoeten lijkt voorlopig geen einde te komen. Ook deze maand weer kwamen verschillende Britse soldaten om het leven. Afghanistan wordt wel de begraafplaats van wereldrijke en torenhoge ambities genoemd. Een les die kennelijk telkens weer wordt vergeten. Ja.